PSV leek na de dramatische nederlaag tegen FC Twente hier in Valencia weer een enorme pak slaag op te lopen. Een kwartier voor tijd stond het nog met 4-0 achter. Maar door een paar hectische slotminuten waarin PSV nog twee keer scoorde, is er zowaar nog hoop voor de equipe van Fred Rutte. Als je met 10 minuten al 2-0 achter staat, ja, dan vrees je het ergste. En als je dan na 90 minuten met een uitslag naar huis kunt die perspectief biedt voor de volgende wedstrijd, ja, dan is dat alleen maar, geeft dat in ieder geval een ander gevoel. De tweede helft is denk ik een stukje beter gegaan. En dan zie je dat je nog twee doelpunten kan prikken en dat is alleen maar goed. Ja, ben je het met me eens dat met name de eerste helft desastreus was wat PSV liet zien? Ja, maar ja, dat was het zondag ook. Dus, ja, absoluut. Nee, het was gewoon niet goed. We losten het gewoon niet goed op. En dat is gewoon dat is pijnlijk. En ja, dat moeten we gewoon zorgen dat we dat voor het oplossen. En zeker in zulke wedstrijden is dat gewoon dodelijk. Ja. Hoe komt dat? Gebrek aan vorm of gebrek aan zelfvertrouwen? Gebrek aan communicatie. Het was natuurlijk wel dat Valencia dat absoluut de bovenliggende partij was. En dat wij en ik. Ik wil niet zeggen dat we. Maar dat wij niet in staat waren om tussenseizoen hoge pressing door te spelen. Zegt ook heel veel over de kwaliteit van de tegenstander. Het zijn roerige tijden voor PSV. Fred Rutte is dan de kop van Jut. Hoe ervaren jullie als spelers dat? Nou, wij hebben gezegd, en Ola heeft ook al gezegd in de pers, dat we achter de trainer staan. En, die keuze hebben wij gemaakt en daar sta ik volledig achter, absoluut. En dat moeten we gewoon met z'n allen afmaken, klaar. Ja, ik zit nog wel vol spirit. En, je hebt me gisteren zien trainen, dan zit er nog heel veel leven in.